dat je kijkt. Ik krijg vaak de vraag hoe ik mijn hengstenvlechten maak. Dus ik ga jullie vandaag mee laten kijken hoe ik dat doe. Wat heb je nodig? Een paard met mooie lange manen. Spul om zijn manen stroef te maken. Een manenborstel om zijn manen uit de klit te halen. En een kammetje voor de scheiding. Ik ga eerst zorgen dat ik de manen even goed uit de klit haal. Ik heb natuurlijk ook wel al ietsje voorgeborsteld. Ik doe geen anti-klittende manen, anders dan worden de manen te zacht, waardoor ja, ik altijd kramp in mijn handen krijg. En we doen natuurlijk ook iets in om de manen stroef te krijgen, dus dan doe je eerst anti-klit en daarna iets om het stroef te maken. Dus het zit bij ons altijd in de vlecht, dus het zit meestal niet zo heel erg in de klit. Slim om niet te vergeten zijn natuurlijk ook elastiekjes. Die zitten hier in mijn zak. Waarschijnlijk heb ik er maar twee nodig, maar voor het geval dat er misschien eentje kan breken, neem ik er altijd een paar mee. Ik heb de stroefspul in mijn handen. Dat doe ik aan de bovenkant, maar ook aan de onderkant. Want we gaan zo meteen plukjes haar, zowel van de boven- als van de onderkant pakken. Dus is het belangrijk dat overal ook de kleine korte haartjes mooi meegaan. Dan ga ik de scheiding maken. Maakt niet zoveel uit wat voor kammetje gebruikt. Als het maar iets is om een scheiding te kunnen maken. Het maakt ook niet uit of de scheiding heel mega precies is. Het mooiste is natuurlijk van wel. Zeker voor wedstrijd doe ik daar altijd wat meer aandacht aan besteden. En jij hebt zulke lekkere dikke manen. Wist je dat het ook goed is als je paarden hebt met veel of lange manen? Dat je vaak de vlecht verandert van kant. Of misschien aan twee kanten doet, dat niet altijd die lange, zware vlecht aan één kant van de hals hangt. Ik begin met een heel plukje vanaf de voorkant, dus niet de scheiding, maar gewoon echt een heel plukje. Daar leg ik gewoon een normale vlecht in. Ik maak de hengstenvlecht altijd onderhands. Want dan komt de vlecht mooi bovenop te liggen. Dus normaal gesproken zou je zeg maar, als je je drie strengen hebt, steeds je strookje eroverheen leggen. En nu leg je hem eronder door. Dus ik hou de vlecht dan ook iets anders in mijn hand. Dat ik steeds onderdoor. Nou, dan heb ik ongeveer even een slag of 5-6 gemaakt. En dan begin ik als mijn slag aan de bovenkant is met een plukje vanuit de bovenste scheiding. Wat ga ik doen? Ik ga eigenlijk een invlecht maken, maar dan op de zijkant van de hals. Dus ik blijf met mijn handen aan de linkerkant van de hals, omdat we nu de vlecht aan de linkerkant gaan maken. Er onderdoor heb ik een strookje vanaf onder en daar komt dan ook weer hier een strookje van onder bij. Dus ik moet heel goed opletten dat ik aan de zijkant van de hals blijf, anders dan komt hij er bovenop te liggen. Dat is ook wel mooi, maar het mooiste is als hij echt aan de zijkant hangt en iedere keer goed aantrekken. Daarom is het ook fijn als de manen van je paard een beetje stroef zijn. Ik leg hem er onderdoor. Pak een plukje, niet de grote plukjes, mooie kleine strakke plukjes. Trek het aan. En hopen dat het dan niet te veel in de klit gaat. En dan pak ik een plukje van onder. En eigenlijk na alles wat ik doe, trek ik het weer een keer aan. Om te zorgen dat het lekker strak wordt. Als ik mijn plukje van boven pak, dan zorg ik dat al mijn haren aan deze kant van de hals liggen. En als ik mijn plukje van onder pak, dan zorg ik dat alle manen daar liggen. Dat ik steeds goed zicht heb op de plukjes. We'll be right back.
Dus maak je geen zorgen als de manen van je paarden een beetje vettig zijn. Of de manen van je paard een beetje vettig zijn. Dat is juist wel fijn. Want dan kan je het wat... Dan is, en het haar is wat stroever. En je kan strakker vlechten. Als met hele losse, gladde, soepele haren. Dan komt het laatste stukje. Dan probeer je eigenlijk gewoon zoals de hals langs over de manen loopt, zo naar achter toe mee te vlechten. Als je hem vanaf hier dan meteen recht naar beneden vlecht, dan kan je laatste stuk vlechten ook wel eens minder mooi gaan hangen. Mogelijk als dat je vingers dat aan kunnen naar beneden. Je hebt tegenwoordig ook hele mooie doorzichtige elastiekjes. Dat vind ik ook wel heel fijn. Maar we hebben mooie witte voor de witte manen. En dan is het eventjes het laatste stuk voor jezelf. Wat vind je handig? Heb je hem liever gewoon recht naar beneden liggen of wil je hem opvouwen naar boven? Als je hem wilt opvouwen naar boven, hou dan het laatste stukje van je elastiek zo met je duim en je wijsvinger vast en trek daar je hele vlecht doorheen. Laatste stukje plat op elkaar. Dat vouw je dubbel. En dan hou je daar elastiek gebroken. Maar geen troost, want ik heb er nog één. En dan hou je hem op. De vlecht is klaar. Vind je het invlechten moeilijk? Begin dan met te oefenen of op de staart. Die gaan we ook een keertje laten zien. Of op het haar van een vriend of vriendin. Dat is makkelijker als je het haar recht voor je hebt om dan te leren invlechten. Om het vervolgens mooi bij je paard te kunnen doen. Dit is de heemse vlecht zoals ik hem altijd maak. Als ik op wedstrijd ga of een kliniek moet rijden of dat soort dingen, neem ik altijd nog wat gel of haarlak mee. Wat ik er overheen smeer om te zorgen dat alle piekhaartjes nog extra mooi fijn plat liggen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!